Het is een deurencomedie, soms moet ik ook zelf nadenken. Uit welke deur ga ik nu komen en wanneer moet ik terug af, et cetera. Maar het is gelukt, daarom repeteren we. En ja, het is vlekkeloos verlopen. Dames en heren, veel plezier met De Slagerij. Ah, goedemorgen, dag Schoonbloem. Dat moet jij weten. Amai, dat is meer een cactus, geloof ik. Wat is niet goed geslapen van de nacht? Roger is van de nacht niet thuisgekomen. Ah, natuurlijk. En jij mist wat mannelijke aandacht. Het is meer dan een deurencomedie. Op een bepaald moment... het is eigenlijk iemand anders zijn miserie dat je te zien krijgt. Waar dat ermee kan gelachen worden. Maar op een bepaald moment wordt het ook echt wel heel schrijnend. En de climax, ja, daar mag ik niks over vertellen. De mensen moeten komen kijken. Maar ja, uiteindelijk barst er wel... Een klein oorlogske los, maar toch ook een feestje. En dat is eigenlijk wel belangrijk. In combinatie met een titel, De Slagerij, er moet ook wel gefeest kunnen worden. Een goeiemorgen! Hey, goeiemorgen. Dag Berre. En wat zal het zijn? Ik kom hier niet om vlees te kopen. Oh, dat is ook goed. Allee, veilig thuis, hè. En bedankt. Het woord zegt het zelf, slagerij. Een slagerij. En een slagerzangeres. En dan natuurlijk ja, alles wat dan nodig is voor een goede comedy. Hè. Intriges, illegale dingen, misverstanden... Mijn oerklucht. Goedemorgen. Kan u mij helpen? Dat hangt er vanaf, madame. Heb je al een nummerke gepakt? Nee, nog niet, nee. Dan kan ik u nog niet helpen, hè. Ik vond het super spannend eigenlijk vanavond, want zo comedie is niet mijn... core business, zal ik zeggen. Ik doe liever wat dramatische rollen en wat liedjes zingen. Maar ja, ze hebben het vertrouwen gegeven en dat vind ik super lief. En ik probeer er het beste van te maken en ik geniet er wel van. Balkjes in tomatensaus. Maar dat is nog niet slecht. Ja, met Poolse toets. Oh ja, en wat is de Poolse toets? Die balkjes zijn Poolse schapenkloten. Ja, het zijn er zeven, hè. Het zijn er heel wat. Ja, dat klopt. Hoe is het om dat te spelen en wat een timing en gewoon, er mag niets fout gaan, hè? Nee, liefst niet. Het is heel fijn om te doen, het is natuurlijk concentratie. Maar ik wou heel eerlijk zijn, ik heb achter de scène Annelies die mij eigenlijk heel het stuk volgt. Dus wij doen het eigenlijk met twee. En ik ga dan op het einde wel met applaus lopen, maar dat applaus is zeker ook voor haar, want zonder haar geen grappen. Zij trekt t-shirten van mijn lijf, broeken aan mijn lijf, petten op mijn kop. Als je de decor zou omdraaien, is dat al een voorstelling op zich, denk ik. Ah, Francine. Wat vinden? Van wat, hè? Van mijn haar. Ik doe heel graag comedy. Ik denk dat gewoon veel mensen mij nog niet hebben gezien in comedy. Dus ik ben wel blij dat ik die kans heb gekregen dan eigenlijk van Dirk en van James, dat ik hier wel mag staan. En dat smaakt wel naar meer. Ik vind dat heel leuk om te doen. Ik vond het top. Echt, dat was een heel goed gespeeld, een leuk verhaal. Heel goede dynamiek tussen de acteurs, dus ja, ik heb echt wel genoten. Een heel knap stuk, goed geschreven, goed gespeeld, niet anders dan positief. Ja, niks dan lof. Een fantastische belevenis gehad, goed geacteerd, goede timing, goed geschreven, alleen een topavond. Formidabel. Ik denk terug aan de Comedy Compagnie. Van over zoveel jaren terug. Ik zeg ja, eindelijk is het terug de comedies dat wij willen zien. Ik vond het een pracht van een voorstelling. Zo goed in elkaar gestoken, zo goed geschreven, zo goed geregisseerd. En ja, ik ga geen namen noemen, maar ik ga er toch maar één doen. Die Maarten is zo fantastisch met die verschillende acht verschillende rollen. Echt, ik heb zo genoten en zo gelachen. Het is echt nog eens een goeie, geen goed sappig stukje vlees, maar een goed sappig stukje humor. Love it. Dat is ook waarom dat we hier vandaag zijn, omdat we supporter zijn van Evelien van Hamme het mens, maar dus ook van de actrice. Absoluut. En ja... We kwamen genieten van haar prestaties. Hè? Support van de eerste rij. Ja, het is inderdaad echt waar. Evelien kan denk ik elk register aan. En ze heeft het vanavond ook bewezen. Hè? Dus heel blij om dit te mogen zien.
TVID Showbiz. Volg ons op YouTube, TikTok en Facebook.